gaan beginnen. Welkom natuurlijk de uien, die zijn het allerbelangrijkste. We gaan gewoon uien snijden. Ja. We beginnen met de uien. Die snijdt eerst in de midden. Hij heeft de uien snijden. Snijd je nog meer in de midden. Nog een keer en dan is het klaar. Thank you.
krabbel met de uien. Wacht even. De champignon en de uien maken samen een praatje over het leven. Zet de champignon tegen de uien. Mijn leven is een regelrechte nachtmerrie. Eerst word ik in stukjes gehakt en daarna ook nog levend gebakken. Waarop de uien zegt, het kan veel erger, want ik word eerst levend verveeld en dan gesneden. En het ergste is dat de mensen er net zijn staan te uien. Hey.
Thank you.
Heb je nog een vuurtje? Heb je nog een vuurtje? Wat bracht jou om dit te doen? Ja, weet ik niet, ik ben er. Het was wel een probleem. Het is koken! Het is koken, het is fucking rijden! Dan maak je maar één keer mee, hè? Ja, slecht! Ja. Je moet een kleine stukje eraf, anders heb je een kluster. Waar is de reis?
reis en wat betekent het leven? Cinco reis. Check hem. Cinco. Het is een hele makkelijke reis. Kun je gewoon in de pan doen. De reis gaat in de pan. En dan moet er nog iets vochtigs bij. Pis! De reis is gezonder dan pasta, heb ik me laten vertellen. Maar in pasta zit een heleboel vitamine C. Beetje water erbij. Geen alcohol, jongens. Dit is een grote show. Het staat een beetje in de kookjes. Ongeveer een paar minuten dan doe je de uien en dan doe je de rest en shit nog bij. De uien. Doe je na een poosje, doe je die er ook bij. Na een paar minuten. Wat dan? Let op de paas en de paas de uien, ja. Zien jullie dit? Ja, dat gaat mooi vlot, dan gaan we nu pindasaus. We beginnen aan de pindasaus. Jullie allemaal even in de lucht. Handen in de lucht als je op pindasaus houdt. Handen in de lucht als je op pindasaus houdt. Kom maar een beetje dichterbij. Beetje dichterbij. Mag ik een klein kort diepte interview, wat vind je hiervan? Dit is fucking kut. Ja, en als je daar naar huis gaat en je zegt wat is het meest kutte wat je op dit festival hebt gezien? Zou je dan dit beschrijven? Nee, dit niet. Maar er is nog meer kut op dit festival. Vast wel. Ik ambieer jou toch op zoek naar het allerkutste. Okay, fijn dat je dit hoogtepunt in ieder geval aangestipt hebt. Dankjewel, ja. Met meer stuk dan kaas. Hij
Draag het al in de pot. Godverdomme, geen karnemelk, hè? Dit is Mensen, bekend van de stickers en zijn prostitutiebezoek. En hij staat nu achter een full VHS-camera. Ja. Gegarandeerd in laagste kwartijn. Dezelfde kwartijn die hij ambieert is een prostitutiebezoek. Dan moet hij die pan iets van links hebben. Oh, kijk dan. Oh! 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 Hey! Ben je dan de binnenkaas? Zakborsten! Oh. Harry, kan je een korte quote geven over de voortgang? Ja, gaan we lekker. Ja, stabiel. Harder horen, ik leef een shop in de pan. Als je later nog even langskomt, dan hebben we de bevalling van een Fries paard. Dus na de show. Mogen we meedoen? Nee, sorry. Dus misschien straks. We zouden perfect. Ik was wel een klein beetje teleurgesteld. Oh, my God.
Hendrik, leef je nog? Hè? Leef je nog? Ja hoor. Oké, wat hebben we dan? Je bent ook net een goochelaar, hè? Nou, wat voelt er niet? Heb je daar nog een beetje zin in? Handjes nemen, hoor. Nee, handjes. Een klein beetje dichterbij. Once in a lifetime experience, boy. This shit is amazing. Ik heb een verzoekplaatje. Kan je ook Afrika met Toto draaien? Ja, die hebben we. Ja, oké, okay, goed. Lekker funky muziekje erbij. Hey. Stel je voor, je hebt een stabiel shot. Nou, dat heb ik niet. Kapatje! Joran, dat is Kapatje toch? Kapatje! Nog een paar minuten en dan zijn we klaar. Nog 5 minuten nog. Dan snij je nog even het ei en dan is het klaar. Bijna klaar. Nog 5 minuten 18. Maak die eieren klaar!
in de Bosman heet het fruiten. Uien maken je klaar, die fruitje. Die fruitje. De enige groente die je fruit is een ui. Fijn dat je een jointje gevonden hebt. Ja, opgehaald van mijn eigen tent, hè? Nou, voordat je het weet, bevinden we ons op hetzelfde niveau. Wie weet. Ben je ook een zie? Nee, ik blow al jaren niet meer. Om op dat eigen niveau te komen. Nee, nee, het heeft dat niveau van mezelf. Godverdomme, wat is het een kankerzooi hier op die tafel? Ik zou zeggen, vrolijke kerst. Met die kromme peuk van de zomer. Hey, Wim. Ja? Heb je nog tijd voor een close-up met die kutpeuk van je? Is ook wat waard, hè? Geniet eens in de kleine dingen. Als je gaat trouwen, we komen langs, we filmen in de trouwerij.
begrafenissen, trouwerijen, vakantieperiode. Dit was onze show. Dit was onze show. En dan mogen we ook nog, we hebben de vakantie in de kassa. We hebben geboortes. We hebben geboortes van vriendenpaarden. 30 jaar pilots hebben wij. We hebben een vakantie in Italië. Vakantie als Sinterklaas. We hebben een Cinco Concho. We hebben allerlei hoofdvideo's. Die kunnen jullie morgen allemaal bekijken. Stikken? Wacht even, ik zal even mee opkleden en dan zal ik even de stickers voorbereiden. Ja? Moment, ja? Dit is moet je nog wat rust worden.